Marketing 2.0 is eigenlijk de marketing die rekening houdt met consumenten die zelf mee willen praten. En die vooral ook met elkaar praten. En die communities die zo ontstaan, veelal ook online op internet, daar kan een ondernemer zich actief mee bemoeien. En dat is wat wij Marketing 2.0 noemen. De rol van het lectoraat zie ik in de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. In onze uitgangspunten zeggen wij dat studenten worden opgeleid voor die beroepspraktijk door middel van onderwijs. Maar in de derde poot, onderzoek, kunnen wij onvoldoende voorzien. En ik verwacht en ik hoop dat Gilbert en zijn kenniskring door middel van onderzoek onder andere op e-marketing onze studenten en docenten de driehoek compleet krijgen. Het gaat over business, het gaat over ICT, het gaat over innovatie. Nou, dat is zowel bij mijn eigen werk als bij het werk hier op de kenniskring is dat het belangrijkste. En ook de manier van werken, toepassingsgericht onderzoek, gericht op het MKB, dat is ook precies de focus die ik in al mijn andere werk heb. De FEM is een hogeschool die probeert met haar tijd mee te gaan en die juist de ondernemers ook nieuwe dingen wil kunnen aanbieden en dat tegelijkertijd ook aan haar studenten wil kunnen leren. Dus wij verzinnen onderwijsprogramma's waar studenten in de praktijk ondernemers kunnen helpen met hun marketing. Wat we op dit moment doen is het organiseren van twee minors. Een minor e-marketing en sociale media en een minor creativity means business. Waarom e-marketing? Omdat het heel nieuw is en heel revolutionair en heel goed. En wat is er allemaal nog in te doen? Ook een heleboel. Implementeren in businesses. En waar hou je in het lectoraat mee bezig? Met onderzoek naar social communities en naar e-marketing aspect. Het project is aangedragen door Freek Bomhoff. We doen veel onderzoeken met hogescholen. We hebben veel samenwerkingsprojecten gedaan met onder andere de HAM, Hogeschool Arnhem. En daar hebben we gewoon hele goede ervaring mee. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij met hogescholen hebben. En hoe is dit project bevallen? Nou, heel goed. Het is heel goed bevallen. Wat met name voor veel studenten hier heel obvious was voor ons toch wel een eye-opener. We zijn met het ICT-cursus op een bepaald punt beland dat we een beslissing moeten nemen. We willen dit druk gaan zetten. Gaan we er nog geld in investeren? Gewoon een hele leuke benadering van het probleem. Wij denken dat het advies wordt dermate goed onderbouwd dat we daar dat in ieder geval een onderdeel is van de agenda van mij. Tevreden? Ja, tevreden. Ja, absoluut tevreden.